Hey Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent geopend. Ja, we zijn geopend. Ja, ja, fresh and delicious food bij de foodbar in de Nieuwe Burger staan we. Voor Henk Kippie. Ik zeg even nog Kippie, dat heeft er niks meer mee te maken, maar dat is toch het pand. Dat mensen nog kennen. Maar vertel eens, ik kreeg natuurlijk al wat tips dat er hier een nieuwe zaak geopend zou worden. En nou ja, op een gegeven moment werd ook bekend dat jij het was. Nou, nu zien we elkaar dus inderdaad. En ik kan je eens wat vertellen, want het is een mooie zaak. En, ik zie allerlei vers eten. Maar wat maken en verkopen jullie precies? Want jij hebt vroeger ook een vishandel gehad, begreep ik? Ja, ja, ik ben 25 jaar visboer geweest eigenlijk. Horecaleverancier en een winkeltje in Douwendaal heb ik gehad. Dus vis zit toch wel een klein beetje... Bijna in de visk is geboren, bijna, ja. Net niet. Maar ben je Middelburger, van oorsprong? Soeburger. Oké, okay, Soeburger. Ja, ja. Maar familie Arnhemuiden van Welzen, dus dat is, was de tak van de vishandels. Niet de visserij, maar de vishandels. En zo ben ik daar een beetje terecht gekomen. En dus dat bleef me altijd trekken. En zo'n locatie vind ik gewoon uniek. Die zijn er niet zo heel veel van die open winkels in de Amstelveen. Nee, dat is waar. En Bram kende ik en zegt, als je gaat verhuizen, geef me dan een tip. Dan Bram van Kippie bedoel je? Bram van Kippie, voor, ja. Dus wat wij doen is diverse producten van de plaat. Scampi's van de plaat, zeebaars van de plaat, verse zalm van de plaat. Of ook mee naar huis te nemen, vanzelfsprekend. Dat je zegt van, oh, geef mij twee stukjes voor mee naar huis, ik bak het morgen thuis uit, zelf af. Broodjes, speciale frieten. Ja, want ik zie staan, dat is bijna een tegenstelling, staat friet gezond. En, ja? Ik ben dol op friet, maar wanneer heb je een friet gezond? Is dat dan een gezond vet of zijn het gezonde aardappels? Gezond, sowieso plantaardig olie, geen vet. Geen dierlijke vetten. De saus mag je natuurlijk de keuze uit hebben als je zegt van nou, de saus zit er toch een klein beetje vet in. Als je dat achterwege wil laten, geen probleem. Er zitten uien bij, paprikatjes, verse sla, allemaal verse ingrediënten. Ja, het ziet er mooi uit. Ik vind dat er ook heel mooi uitzien. Dat is een kabeljauw als overschotel. Ja. En dat is dan, want eigenlijk ben je ook een mengelmoes. Mensen kunnen hier dus dingen meenemen. Dus je delicatessen om mee te nemen. En, maar je kan niet ter plekke dus ook gewoon eigenlijk een frietje eten en een visje. To go, ja, is geen probleem. We hebben verse vissoep. Van de week hebben we ook een verse paprikasoep. We pakken zelf ons brood af. Dus heerlijke ambachtelijke broodjes. Verse sapjes, juices. Maar je kan hier ook een bakje thee drinken? Ik kan hier gewoon een bakje thee. Nou ja, geen Pickwick thee, maar gewoon een munt thee of een gember thee. Ja. To go is dat. Maar je hebt van alles nog wat. Salades ook? Ja. Broodjes, ham. Tosti, als de vraag is. Nou, daar heb je ook een kok. Want je bent eigenlijk net vanmiddag overgegaan, hè? Ja. Dus, wat is het plan als het gaat om openingstijd? Ben je alle dagen van de week? Dinsdag tot en met zaterdag sowieso in de winter. En dan zullen we in de zomer kijken, of het voorjaar kijken, van god, hoe gaat het verder met de drukte. Er is altijd wat te doen op de maandag, antiekmarkt of zo. Daar gaan we wel over spannen. Is er al een website of komt die ook nog? Ja, website is er. Die is, die is online nu ook? Ja, voetbalmiddelburg.nl. En jullie zitten ook op Instagram en Facebook, dat heb ik al gezien. Ja. Nou, dan gaan we jullie volgen. Ik wens je heel veel succes en dank je. Ik kom gauw eens wat eten. Graag, het liefst elke dag. Ja, dat is het mooiste. Hey, bedankt hè. Hoi. Bedankt.